Hier zitten we met z'n drieën. Het voelt voor ons alle drie een beetje gek om hier te zijn. En we zitten ook van hoe gaan we beginnen, waar gaan we beginnen. Er zijn heel veel vragen gekomen, dus we gaan niet alles beantwoorden. Maar we gaan een aantal belangrijke dingen absoluut bespreken. Ik zit ook helemaal een beetje te trillen hier. Maar het is, ja, we vinden het alle drie niet makkelijk om hier te zitten, volgens mij. Nee. Er zijn leukere draaidagen geweest. Ja. Ja, maar wel goed, denk ik, even om het op deze manier op te pakken. In plaats van meteen een hele actieve video of zo. Dat voelt al helemaal gek. Ja. En we staan er wel alle drie achter om door te gaan. Dus dan denk ik dat dit wel een goede start is. Ja, zal ik dan maar de vragen erbij pakken? Pak jij de vragen er maar bij. Yes, we beginnen met een vraag voor jou, Lieke. Lieve Lieke, hoe gaat het met je? Echt een kutvraag. hoe gaat het? Ik weet het niet zo goed eigenlijk. Dit is zo'n groot iets. En de eerste keer dat ik zoiets meemaak en het hele gevoel wat ik heb is zo nieuw, dat ik mijn vinger er gewoon niet op kan leggen. En als mensen vragen hoe gaat het of hoe voel je, ik heb echt geen idee. Maar ja, er is niet echt een handleiding van hoe het allemaal moet. Er is ook niks goed of fout eigenlijk. Nee, dus dat. Ja. Hoe gaan jullie om met het verlies van Luc? Ik denk dat het voor ons alle drie heel erg verschillend is. Anders. Ja. Ook heel anders ervaren natuurlijk. Wij kenden Luc nog niet zo heel lang. Nee. Ik heb eigenlijk de afgelopen maand heel erg in een bubbel gezeten met vrienden van Luc. En dat voelde heel fijn, want je deelt hetzelfde verdriet. Dus als je dan samen moet lachen, dan voelt dat niet verkeerd of zo. En nu langzaam probeer ik een beetje weer uit die bubbel te gaan en weer het leven op te pakken of zo. Er staan echt 200 berichten op WhatsApp nog open, zeg maar. Lees je het wel? Niet alles, nee. Want ik kreeg het nieuws op zondag en op maandag werd het al online gezet. Ja. En dat was een dag waarop ik het zelf nog niet eens had geaccepteerd of echt had gevoeld, zeg maar. En zo lief, zoveel mensen hebben een bericht gestuurd, maar ik denk echt dat ik op Instagram meer dan 2000 berichten heb. Dus ik zie een beetje door de bomen bos niet meer, maar wel super lief. Als je een berichtje hebt gestuurd, dankjewel. Het geeft wel heel veel steun. Maar ja, dus hoe ga ik ermee om? Ja, het verschilt ook weer per dag of zo. En jij, hoe ga jij ermee om? Een beetje fases ook. Er zijn dagen waar ik heel lekker ga en opeens dan dat je het bijna een soort van niet vergeten, maar dat je gewoon opeens dat het allemaal weer even goed gaat. En er zijn dagen dat ik wakker word en echt al een soort van donkere wolk vol hangen en dat ik gewoon eigenlijk ook niet kan benoemen waardoor dat dan komt. Dat voelt niet direct alsof het daardoor komt, maar ik voel me dan wel. Ja. Dat had ik eerder nooit of zo. Dat ik gewoon soms verdrietig een beetje wakker word. Ja. Het is gewoon zwaar. Je voelt dingen hebben een ondertoon. Ook als je hele leuke dingen doet en wel gelukkig bent op het moment, kan je opeens zo'n knop hebben dat ik denk, oh ja. En ik vond het ook heel intens om, zeker aan het begin, aan alle vrienden die je voor het eerst gaat zien nadat het is gebeurd. Die weten allemaal wat er is gebeurd. Iedereen begint erover natuurlijk. Dat is super lief. Maar normaal gesproken ga je dan naar je werk en dan zijn er allemaal mensen die geen idee hebben wat er in jouw leven speelt, zeg maar. Maar dat was nu ook niet zo. Nee. En dan waren we ook nog met Bali bezig. Dus ik zag elke dag zijn hoofd. Ik hoorde elke dag zijn stem. Ja. Dus zeg maar, je leeft helemaal in zo'n waas. Alles rondom Luc. Dat was wel echt heftig. Ja. Wat is je mooiste herinnering met of aan Luc? Zo. Oh, er zijn er zoveel. Wat is het allereerste wat nu in je hoofd opkomt? Ja, eigenlijk, we hebben gewoon op Bali off camera gewoon zulke goede gesprekken met elkaar gehad. Ik denk dat ik dat wel heel mooi vond, waarin, weet je, wij zijn zo verschillend en wij werken anders, we reageren anders. En op Bali hebben we elkaar gewoon, tuurlijk, we kenden elkaar al supergoed, maar nu vonden we gewoon heel erg een weg in onze verschillen. Ja, we zaten gewoon heel erg op één lijn of zo. Dus dat vind ik gewoon een heel mooi moment. Ja. Dit is een hele obvious vraag en die hebben we ook 1000 keer gekregen. Hoe is Luc overleden? Familie die heeft besloten om dit niet met de buitenwereld te delen. Dat respecteren wij. Wij weten wat er is gebeurd. Het is een ongeluk geweest. Heel traag, niks anders dan dat. Ja, en nou ja, daar laten we het dus bij. Wat is het moeilijkste nu Luc er niet meer is? Ja, ik denk dat het voor
altijd is. En dat je ook, eigenlijk nu is een beetje de periode waar ik het meest tegenop keek, dat mensen teruggaan naar hun werk, hun dagelijkse routines. En dat er bijvoorbeeld voor mij niet heel veel is om naar terug te gaan, omdat eigenlijk alles met hem was. Dus het is, ja, elke dag is confronterend en elk onderwerp is confronterend, want ik heb het overal wel eens een keer met Luc over gehad. Dus ja, alles doet me aan hem denken. Het enige wat er nog is, dat zijn herinneringen en er gaan nooit nieuwe bij komen. En ik denk dat ik dat wel het allerlastigst vind misschien wel. En gewoon een grote leegte en een groot gemis. Er is heel veel het allermoeilijkst, denk ja, ik. Ja, alles is moeilijk zonder je beste vriend. Ja, ja. Voor jou? Ja, het voelt een beetje gek omdat ik daar een antwoord op geef na jou. Omdat het was jouw alles. Mm-hmm. En het was voor mij een collega waar we wel veel mee werkten en waar we veel contact mee hadden. En ook diepe, goede gesprekken tijdens brainstorm. Heel veel discussies gehad. Wat ik gek vond is dat ik laatst in mijn agenda keek en toen stond er een draaidag in. Toen dacht ik, oh ja, die draaidag zou ik met Luc doen. Je gaat overal over nadenken van haal ik hem uit, laat ik hem nog staan. Ja, heel raar. Maar je gaat allemaal dat soort dingen over nadenken en je maakt dingen heel zwaar. Ja. Nou ja, wat ik het moeilijkste vind is, wij wilden alle twee een vriendschap opbouwen omdat we iets vets van dit kanaal wilden gaan maken. En ik vond het fijn dat ik van Laura, ook een goede vriend van Luc, dat is onze redacteur, voordat Luc overleed ook te horen kreeg dat Luc daar ook zo over dacht. Dus dat we dat alle twee van plan waren, omdat we gewoon wilde knallen hier. Ja. En ik vind het dus wel moeilijk dat er nooit van heeft mogen komen. Nee. Komt er een vervanger voor Luc? Ik denk dat we sowieso gewoon überhaupt opnieuw een weg moeten gaan vinden in dit alles. Dus dat het ook eigenlijk veel te vroeg is om zo te gaan denken. Ja. Ja. Dat het eerst gewoon belangrijk is dat wij hier überhaupt een weg in gaan vinden in het verlies. Ja. En dat je dan pas zakelijk ergens naar kan kijken. Ja. Misschien dat mensen achter de schermen dat beter kunnen, maar voor mij is dit echt een vraag veel te vroeg, zeg maar. Ja, ik ben er ook nog niet aan toe. Even wat luchtigs. Komt Gierig Gast terug? In elk geval niet op dit kanaal. Nee. Nee. Dus, heel snel antwoord. Dat was het, ja. Ja, nee. De laatste vraag. Hoe kijken jullie na deze gebeurtenis naar de dood? Ben je er bang voor of wat anders? Is bij mij wel veranderd. Bij jullie? Het is wel dat er een angst is ontstaan dat er nog iemand gaat. Dat vind ik wel heel moeilijk. Ja, je kan moeilijk iedereen waarvan je houdt aan een ketting leggen. Ja. Maar die angst is er wel heel erg. Ik ben er gewoon veel meer mee bezig. En ik ben ook nooit bang geweest voor de dood. Maar wel dat ik dan nu denk van ja, maar nu wil ik nog niet. Weet nee, je wel ja, dat. En ik zat laatst, ik ging naar Amsterdam vrijdag feestje. En dat OV, vreselijk. Allemaal ellende. Dus ik ging echt fucking chagrijnig naar het feestje toe. En toen dacht ik, wat zit ik nou chagrijnig te zijn? Ja. Ik ga naar mijn vrienden toe. Dat ik ineens eens dankbaar was voor dat ik het lekker naar mijn zin ga hebben vanavond. Ja. En ik heb die avond ook echt het leven gevierd met mijn maten. Ik vind het nu soms ook nog wel best wel zwaar voelen. Als ik dan met mijn ouders nu uit eten ben en mijn vriend of met vrienden zit, dat ik opeens van zo'n moment heel bewust naar iedereen kijk. En voorheen kon ik gewoon genieten, al had ik een geweldige avond, dus stond ik er minder bij stil. Dus het is mooi dat ik erbij stilsta. Maar ik vind het soms ook wel wat zwaar. Ik leg er misschien iets te veel de nadruk op. Vanuit een hele grote ellende. Ja, dit komt niet vanuit iets moois wat ik heb meegemaakt. Dit komt omdat je iets hebt meegemaakt wat best wel traumatiserend is. Dus ja, het is eigenlijk op een negatieve manier, maar je kan er af en toe een positieve draai aan geven. We hopen dat jullie vragen een beetje beantwoord zijn. En dit was voor ons het meest logisch om het zo een beetje door te pakken. Mocht je nou nog steeds heel erg brandend met een vraag zitten, gewoon in de comments naast de complimentjes. En dan zullen we ook die beantwoorden. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week.